zijn op dit moment bezig met een project voor de ronde op Texel. We zijn ook op Texel en we zijn bezig eigenlijk met iets wat ook in de America's Cup heeft plaatsgevonden. Is dat een katamaran met een wingsail. En de wingsail is eigenlijk niks anders dan een heel groot vleugelprofiel wat we nu bovenop een boot hebben gezet. En daar zijn we mee aan het varen en daar zijn we mee aan het experimenteren. Het is echt eigenlijk vrij uniek dat de eerste keer dat we gingen varen was, we braken er gelijk een paar dingen die kapot gingen, die niet goed waren. En dat is echt het proberen uit te vinden van wat het nou is en hoe het nou in elkaar steekt. Nou, daar zijn we nu druk mee bezig geweest. We zijn eigenlijk net aangekomen hier op Texel. We gaan hem nu opbouwen. Morgenochtend gaan we dan in ieder geval gaan we ermee varen. En dan gaan we eigenlijk de primeur geven aan de wereld voor de eerste beachkatamaan die uiteindelijk nu gewoon een echte wingsail krijgt. Draw me a line, but let the sand.